In het oude kleester in Wietmarsum binnen Jedder 174 asielziekers opvangen. Doel is nu om er een nijgebouw achter Del te zetten, zodat er maar 300 mensen opvangen willen kennen. Maar het dorp vindt dat te volle, zei die juste blikken op een informatiebijeenkomst. Een petitie in de plan kregen een protte handtekens. Ik heb wel in het afgelopen weekend het initiatief gestart tot een petitie om te vragen om een referendum, om de burgers in het dorp inspraak te geven. Gezien de opkomst vanavond denk ik dat het ook zeker op zijn plaats zal zijn, want er spelen grote belangen voor de bevolking. En ik wil u graag alvast de petitie overhandigen. Er zijn inmiddels 140 ondertekeningen binnengekomen. Burgemeester Apotheker van Zuidwest-Friesland en Henk Woldhof van het COA vertellen het dorp dat het kleester in Wietmarsum de beste kar is en dat 300 vlechtelingen het minimum is voor een AZC. Dus burgervader die had het over een aantal percentages wat zien hoe de inwoners hier. Dat we dan bepaald voor u, trok u college, is u daar even wat tevreden. Ik bedoel, ik heb niks in de asielzoekers, maar ik vind 300 op een dorp als Wietmarsum. En dan praat je 20% of zo, vind ik veel te vol. Hoe kan iemand van de COA of de burgemeester zonder tranen lopen dat daar in mijn achtertuin, van het dorp waarvan ik aan het houden ben, daar 300 moslims neer te zetten? Je ziet dat iedereen eigenlijk wel voor de opvang van vluchtelingen is. De aantal is vaak de discussie, maar ook de plek. En des te dichter er bij de mensen zelf in de buurt komt, ja, des te meer weerstand is er. En dat zag u dus vanavond ook? Dat zien we vanavond, dat zagen we in het verleden, de afgelopen jaren. Komen we voor een locatie als Oranje voor 1400, dan is een hele kleine gemeenschap nu heel erg tevreden met 700. Maar op het moment dat je dus 600 vraagt, ja, dan wil men 300. En hier vragen we 300. En dan wil men toch ook liever een 100-tal of 150. Wat is dan het minimum aantal asielzoekers wat nog toegestaan is voor een financieel draagvlak? Ja, we zitten nu op dit moment op een ondergrens van 300. Dat is inherent aan het zogenaamde bestuursakkoord, wat er is gesloten tussen alle gemeentes, ministerie en onder andere ook door het COA ondertekend. Dat betekent dat wij op locaties van 300 geld toeleggen. Het komt er eens aan op Del, een opvang voor 300 mensen of niks. Ik ben alleen een hoofdzaak.